Hoi en leuk dat je kijkt naar de nieuwe verhuisvlog. Ik sta nu in de keuken en het klinkt hier hol. Dat was niet het geval. Hoe kan dat? De tegels gaan eruit. Deze tegels gaan er morgen allemaal uit en dat betekent dat alles helemaal weg moest. Kijk, Sven heeft de tafel even aan de kant geschoven. Er zitten veeltjes onder, dus dat kan gelukkig. En de koelkast is daar alvast weggehaald. En dit blok kun je verplaatsen. En dat gaan die jongens, als het goed is, morgen samen tillen. En ja, dat betekent dat zij hier aan de slag kunnen met die tegels. Dus dit is voor. Oh, en ik ben zo benieuwd hoe het gaat worden. Ik vind het echt verschrikkelijk dit, maar goed. Heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe het wordt. Kijk, daar hebben we Koen. Koen gaat onze tegels doen. En dat rijmt. Daar is hij. Hoppatee. Koen is de vriend van Melanie en nou ja, die gaat voor ons de tegels doen. Goed. Echt heel vet. Het is, hoeveel juli is het? 21. En de jaloezieën zijn binnen. De zwarte houten jaloezieën. Daar hebben we echt mega lang op gewacht. En Sven zei, zal ik er anders even eentje ophangen? We hebben er namelijk 13 binnen. Want we hebben superveel ramen waar ze opkomen. Voor komen te hangen. Hier hing, ja, Luxeflex. En hier in de hal, die heb ik ook wel eens laten zien, hangt zo'n bruine. En op zich zijn ze wel goed verduisterend hoor. Kijk hier ook. Dit zijn van die, kijk, die kun je dan zo doen. En ze houden eigenlijk ook tegelijkertijd muggen tegen. Dus ze zijn best wel heel praktisch. Alleen ik vind het gewoon niet mooi bij onze stijl passen. Nu hebben we ze eindelijk alle 13 binnen. Ja, maar ja, het moet wel opgehangen worden. Ik gebruik van de gaatjes waar die andere ook in zaten. Dat is prima toch? Maar het zijn drie van die dingetjes toch? Dus ja, ik had hier ook al drie, maar die andere, ik weet niet wat die, waarom die vorige bewoners dat gedaan hebben. Maar die zit hier in plaats van in het midden. Maar oh. Dat zie je niet, want er zit zo'n kapje voor, toch? Ja. Tadaa, het is gelukt. Mop, je bent fantastisch. En hij is nu gelijk deze ook aan het doen. Net liet ik jullie die bruine zien, die we daar hebben. Dat. En na deze gaan we wel stoppen, hè? Ja. We hebben er in ieder geval twee opgehangen, jij. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again.
I'ma bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't... Sven is druk bezig geweest met de jaloezie. Lisbeth heeft de babykamer gedaan. En ik ben er toch nog niet helemaal uit over die kleuren. Dus ik heb nu ook deze gehaald. Denim drift, een beetje een blauw tint. Deze gehaald. En deze. Ik ben heel benieuwd. Ik wil gewoon goed kunnen testen, dus ik heb gewoon nog wat verschillende soorten kleuren gehaald. Maar nogmaals... Voordat we een knoop doorhakken over die kleur die daarboven komt, gaan we sowieso eerst wachten tot dit af is. Eind augustus wordt die radiator gedaan door de loodgieter. Die heeft nu vakantie. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar goed, ik kan wel alvast even deze gaan doen. Ik heb nu even twee erop gedaan. En daar heb ik nog een paarse erop zitten. Het lijkt misschien niet paars, maar het is paars. Daarin doe ik hetzelfde. Oh jongens, ik vind dit zo lastig. Morgen in daglicht even kijken. En dan ga ik bedenken of ik deze er ook nog bij ga doen. Deze is nog donkerder. Want ik vind eigenlijk die dus al te donker. Dan vind ik dat dus mooier. Volgende dag. Ik weet het niet hoor. Ik vind die dan het mooist. Maar het is het ook niet. Oh, het is dit moeilijk. Kijk, hier kun je heel goed zien. Love it. Rechts moet nog. Daar hangen dus nog de oude jaloezieën in die crème kleur. Bij die erker, dat stukje zwart plafond, komt nu zo mooi tot z'n recht, vind ik. En ik ben dus nu heel erg aan het bedenken wat voor kleur hier mooi is. Misschien wel zo'n blauw tint die ik in de keuken aan het testen was. Want hier komen nog van die lambriseringlijsten. En aan die kant ook. En daarachter is het nu wit. Maar de kleur die dus hier opkomt in de woonkamer, die nemen we hier achter ook mee. Ja, wat is daar een toffe kleur, hè? Verschil. Hallo. Ik ben hier echt heel blij mee. Het was echt het wachten waard. Ja, en nu dus die kleur voor hier, hè. Maar ik denk toch dat donkerblauw ook wel heel mooi zal staan, hoor. Sven staat er helemaal klaar voor. Wij hebben deze tv-meubel binnen gehad. En we hebben hier echt... Eindelijk. Ik kan dat ding weg. Ja, we hebben heel veel moeite gehad met het uitzoeken van een tv-meubel heel lang. En toen kwamen we op... Ja, het is echt een heel... Volgens mij is hij prachtig. Ja. Maar we kwamen toen op de website van So Home terecht. En daar zagen we deze en toen waren we verkocht. Oeh, dit is de voorkant. Ik zie het al. Hij staat volgens mij al helemaal in elkaar, hè? Ja, hij staat denk ik wel. Oh my, dat is echt chill. Ja, dat zal wel verschillen. Jeetje. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ik iets heb besteld en dat het al in elkaar staat. Oh, wat mooi. Oh. Oh, wat vet. Wauw. Oh, Mop, wat is dit mooi in deze ruimte. Ja, dit is echt bizar. Jeetje. Oh, wat ben ik hier blij mee. Hij is helemaal in elkaar gezet ook. Oh, je hoeft niks te doen. Super chill. We hoeven niks te doen. We kunnen gewoon overzet klaar. Tik hem aanhouden. Wat is dit een aanwinst, zeg. Normaal, hè? Jeetje, ik ben hier echt heel blij mee. Nou, dan ga ik nu eventjes wat erachter staat van de... Hoe heet het dan? Heel vet.
Dit ga ik gewoon even weghalen. Ja. Die krabpaal er ook naast. Die moet in de tv. Kijk nou hoe mooi dit is. Zo blij mee. Vind jij ook mooi, Sammy? Ik ga nu naar de boet. Ik moet wat kussens terugbrengen, want ik had een heleboel kussens gekocht. En een aantal ga ik terugbrengen. Ik ga naar de Quantum voor de raamdecoratie. En ik ga naar de Gamma voor verf. Dat waar we nu vooral mee bezig zijn, ik hou het kort, is de kleurtjes verf in de woonkamer. Van de slaapkamer, van de gordijnen in de bedenkamer, gordijnen in de slaapkamer. En ik ga straks wel even wat duidelijker vertellen op het moment dat ik hier weg ben uit die regen. Want dit is natuurlijk niet te doen. Ondertussen ben ik in Horen bij de Leen Bakker en de Quantum en de Gamma. Dit is de kleur die in de slaapkamer op de muren komt. En in de ruimte zelf is het natuurlijk weer anders dan dat ik het hier vasthoud in het daglicht. Eerst wilde ik heel graag roze gordijnen. De crème kleurige gordijnen, die zijn namelijk standaard in onze maten van de slaapkamer. Dus als ik dat in het roze zou willen, moet ik het helemaal op maat laten maken. En het zal vast wel ergens in een winkel ook in het roze zijn. Maar ik had hele mooie gordijnen gezien in het crème kleurig. Dus toen dacht ik, weet je wat, dat doe ik gewoon. Ik gooi het gewoon om. Ik ga voor roze muren. En omdat Sven zegt, weet je, je bent met alleen maar mannen in huis, maak het lekker roze. Doe het gewoon. Dat laat ik me natuurlijk geen twee keer zeggen. En ik wil nachtlampjes. Want morgen gaat Lisbeth de muren verven in de slaapkamer. Mijn moeder gaat gordijnen ophangen. En als ik dan ook nog nachtlampjes heb staan, is de slaapkamer af. Af. Dus waar let ik op bij nachtlampjes? Vind ik het mooi. En kun je het aan en uit doen direct op je nachtkastje zelf. Ik had zo'n heel leuk goud aapje bij de Quantum gehaald. Hebben sommigen van jullie misschien wel voorbij zien komen. Maar die aan- en uitknop, die hangt 2,5 meter verderop. Ja, dat is natuurlijk niet handig als je in bed ligt. Dat is geen nachtlampje. Dus ik ga echt eventjes op zoek. Misschien zie ik hier wat bij de Leen Bakker. En ik heb sowieso bij de Quantum dus gordijnen gezien. Ik had er eentje meegenomen om even de kleur te checken thuis. En ik vind het voor de baby en de slaapkamer eigenlijk heel mooi. Dus ik ga dezelfde kleur gordijnen halen voor die twee ruimtes. Maar ik moet ook nog zo'n rails hebben. Dat vind ik een beetje spannend, want ik heb geen idee waar ik naar moet kijken. Maar ik heb 2 uur de tijd. Ja joh, ik heb het helemaal bedacht. Ik heb mijn Rennie mee, ik heb mijn water mee, ik heb een krentenbol mee. Ik kan er tegenaan. Ja, en dit zijn dan van die momenten dat ik denk... ja, en nu? Het is gelukt. Ik heb trouwens deze voor in de babykamer. En ik heb altijd een kratje mee. Want, kijk, hoppatee, dan doe ik alles in een kratje. En dan kan ik straks gewoon in één keer dat kratje naar binnen tillen thuis. Zo, nou naar de Gamma. Alles in mijn krat en ik zei nu naar de Gamma, maar ik ga even naar Factory House. Dat zit hier ook. Misschien hebben ze hier wel een mooi nachtlampje. Oh my god, ik wist niet dat dit zo groot was. Deze stoel vind ik zo vet. Oh my god. Oh, dit vind ik zo vet. Kijk, deze kleur heb je ook. Halleluja. Kijk of dit. En hier kun je dan een hele grote plant op zetten. Dit tafeltje. Ik ben thuis en morgen komt mijn moeder helpen met de gordijnen ophangen. En de vrouw van mijn moeder, Lisbeth, die komt helpen met schilderen. Dus dan kunnen we weer eventjes meters maken. Het zijn weer beelden van een langere periode, want ik vind dat gewoon het leukst met die verhuisvlog. Dat je gewoon telkens weer wat meer ziet. Dus in de volgende verhuisvlog kan ik jullie wel even laten zien. Misschien wat beelden van het schilderen of de gordijnrails. En misschien ook wel een beetje van hoe is het er nou eigenlijk nu hier.
aan toe. Het is nog wel leeg, maar goed. We hebben gewoon ook wel een beetje ja, een dure smaak, kan ik dat zeggen. Dat wat we willen, hebben we in ons hoofd en daar moeten we voor sparen. Dus sommige dingen moeten we eventjes wat langer mee wachten. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze verhuisvlog. En tot de volgende keer. Doei!